Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van het Monnikendammer Kindersjournaal. En ik vind het toch allemaal wel een beetje spannend. Want ja, wat nou als Sinterklaas de weg niet kan vinden naar Monnikendam? Ja, dat kan gewoon gebeuren. We hebben het gezien. Misschien raakt hij de weg wel kwijt. Ik vind het best wel spannend. En dan hebben we daarnaast nog al die vreemde geluiden die we de hele tijd hier horen. Hier in Monnikendam. Ze zijn overal. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Ik weet niet wat de geluiden precies zijn. Maar daarom ben ik op zoek. En dat ben ik op zoek met jullie. En nu zie ik toevallig iemand die ons misschien wel wat meer antwoorden kan geven. Namelijk meneer Ed van de gemeente. Dag meneer Ed van de gemeente, hallo, wat leuk u te zien hier. Hoe gaat het? Het gaat met mij prima. Fijn, u weet waarschijnlijk wel waar ik voor kom. Al die geluiden die wij hier horen in Monnikendam, hoort u die ook? Ja, dat gaat even wat minder met me, want als ik wil slapen, dan hoor ik nog geluiden. En ik hoor ze best wel goed. En ik hoor ze eigenlijk best wel overal in Monnikendam. We rijden de hele dag in de rondte. En in Kadwaal waar we zitten, en hier op het gemeentehuis, en verderop in de Ringsemmen, we horen overal die geluiden. Het lijkt wel een liedje, maar ik zou niet weten wat het is. Dus er worden overal hier in heel Monnikendam, in Katwoude, er worden overal geluiden gehoord. Ja. Alleen we weten niet wat het is. Oké, ze zijn dus overal, dat weten we dus nu. Oké, nou dank u wel meneer Ed. En wij gaan even verder op zoek. Gaan jullie met me mee? Ja. Stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem. Nou ja, nog niet helemaal, maar wel hopelijk bijna staan. Mevrouw Anna! Dat ben ik inderdaad. Wat een toeval dat ik u hier tref. Zoals u ziet, kom ik net op de fiets uit Spanje vandaan. Uit Spanje? Kijk. Oh! Nou, ik zie het inderdaad aan uw pietenmens. Maar u bent op zoek naar Sinterklaas, of waar ik aan ga komen, hebben we gehoord? Nou ja, we zijn inderdaad heel nieuwsgierig of Sinterklaas wel gaat aankomen dit jaar. Nou, ik hier. Kan je vertellen, ik denk niet dat Sinterklaas deze kant nog op gaat komen. En trouwens... Wacht, u denkt van niet? Nee. Maar hoe weet u dat zo zeker? Je ziet ook helemaal nog niets in de winkels liggen. Niets wat met Sinterklaas te maken heeft. Maar... ik heb wel een brief van Sinterklaas meegekregen. Een brief van Sinterklaas? Voor u. Jawel. Een brief voor mij van Sinterklaas? Alsjeblieft. dank u wel. Kijk u eens. Wauw, we hebben hier een... kinderen, we hebben een brief van Sinterklaas. Wauw. Wauw, kijk. De letter P... dank u wel. Mooie brief van de Sint. En ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat u niet gelijk heeft. Ik hoop dat de Sinterklaas wel gewoon nog aan uiteraard gaat komen. Uiteraard hoop ik dat ook niet. Ik vind het wel leuk, Sinterklaas-periode. Ja. Dat is toch wel leuk. Nou, we gaan het zien. Bedankt voor deze brief. En dag. Fijne dag nog. Fijne dag nog. Dag. Dag. Brief? Oké. Mevrouw Anna. Hey, hallo meneer de burgemeester. Waar komen al die geluiden nou vandaan? Dat ben ik dus samen met de kinderen van Monnikendam aan het onderzoeken. Ja, maar dit kan niet zomaar, hè? Iedereen heeft er last van. Meneer de burgemeester, zegt u dat u er ook last van heeft? Jazeker, ik heb er ook last van. Ik kan gewoon 's nachts niet slapen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga de politie bellen. Nee, sterker nog, de waterpolitie. Maar oom, volgens mij zijn het Sinterklaasliedjes. Geloof niet. Ik ga werken. Maar krijg je dan nog wel pepernoten? Jij krijgt van mij pepernoten. Oké. Lieve kinderen, de burgemeester is boos. Hij kan niet slapen. Hij gaat de waterpolitie, de Gauwzee, opsturen. Dus dat zou kunnen betekenen dat Sinterklaas misschien wel opgepakt gaat worden. Tenminste, als we denken dat het Sinterklaas is. Want Jill zegt dat ze Sinterklaasliedjes hoort. Ik vind het heel spannend. Ik zeg, we gaan het meteen onderzoeken. Kom mee. Mevrouw Anna. Hey, mevrouw Nathalie. Hallo. Jij staat ook al buiten. Ja? Je wilde wat zeggen tegen ons, tegen de kinderen van Monnikendam. Ja, ik maak me een beetje zorgen. Waarover dan? Nou, ik hoor steeds rare geluiden hier op het dak. En bij de achterdeur, een grommel. Het lijkt een liedje.
gerommel, geluiden, die lijken op een liedje. Zijn ze ook luid, de geluiden? Ja, heel luid. Een beetje ta 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 ta. Ja, heel luid. Ik vind het heel vreemd. En de mensen durven niet meer naar binnen. Ik maak me zorgen. Jeetje. Straks durft Sinterklaas ook niet meer naar binnen te komen. Nee. Wat moeten we nou doen? Ik snap het. Het is vreemd en ook vervelend om te horen dat het geluid hier ook zo hard is. Ja, het hele speel. Ja, we vinden het allemaal zo raar. Nou, bedankt dat je het met ons wilde delen. Ja. Ik heb er geen antwoord op. We gaan maar verder op onderzoek uit, denk ik, lieve kinderen van Monnikendam. Ja, succes. Bedankt, mevrouw Nathalie. Oké, dag. 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 Lieve kinderen, we gaan eventjes kijken bij de brievenbus van Sinterklaas of er al tekeningen voor Sinterklaas en Piet zijn binnengebracht. En de brievenbus die staat dit jaar hier bij de Bolder. Zo, lieve kinderen, hier is hij dan, de brievenbus van Sinterklaas. En deze brievenbus, die mogen jullie allemaal helemaal gaan vullen met je mooiste knutselwerkjes, met je mooiste tekeningen, met misschien wel je verlanglijstjes. Want Sinterklaas gaat deze brievenbus openmaken en misschien jullie tekeningen wel boven zijn bed hangen. Goed idee, toch? Leuk dat de brievenbus hier staat. Weet je wat we hier ook hebben? Hier in de Bolder is ook juffrouw Wilma. Die hoort bij Nijntje en die had ook iets leuks te vertellen aan ons. Laten we even gaan kijken bij haar. Kom. We gaan even binnenkijken bij mejuf Wilma. Nijntje en haar vriendjes zingen voor Sinterklaas. Zing je mee? Hé, hey, mevrouw Anna. Dag je Wilma. Hallo, wat leuk. Hallo. Wat leuk, u bent al helemaal lekker aan het voorlezen, zie ik. Ja, tuurlijk. Ik heb de knuffels neergezet en we gaan gewoon beginnen. Wat gezellig. Ja. En u had ons hier gevraagd, mij en de kinderen van Monnikendam, omdat u iets leuks wilde vertellen aan ons. Wat is dat? Nou, ik wil zo graag dat Sinterklaas dit jaar ook weer komt, zoals ieder jaar. Want we kunnen niet zonder hem. Het is wel gezellig, hè? En komt Sinterklaas, hoopt u dat Sinterklaas ook hier dan even binnenkomt, toch? Bij Nijntje? Ja, dat zou ik echt heel leuk vinden. Maar soms is hij zo druk dat het hem niet lukt. Maar wij doen wel altijd hele leuke dingen. Nou, wat gezellig. Zingen en knutselen. Zingen, knutselen en schoen zetten, doen jullie dat ook weer? Schoen zetten, ja. Wat leuk. Ja. Nou, juf Wilma, ik hoop ook heel erg, en de kinderen van Monnikendam hopen dat ook heel erg, dat Sinterklaas ook dit jaar weer komt. Ja. Laten we het met z'n allen hopen. Ja, hopen en misschien kunnen we ook wat regelen. Nou, wie weet. Ja. Wie weet. We gaan het hem in ieder geval even zeggen, toch, kinderen? Oké, dank u wel. En wij gaan gauw weer door. Gaan jullie met me mee? Ja, dag. Ga ik zingen. Dag. Goed. Dag. Is goed. Mevrouw Anna. Dag. Gaan wij een liedje zingen? Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Oh, en niet vergeten. Stop hier je allermooiste tekening of je allermooiste knutselwerk in voor Sinterklaas. En wie weet win jij dan wel een prijs. Nou, dat is toch wat. Moet Sinterklaas misschien wel in quarantaine? Mag hij 10 dagen niet naar buiten? En hoe moet dat dan met de pieten en al de cadeautjes en alle schoenen? En dat kan toch eigenlijk niet? Och, moeten we dat nou oplossen? Ik vind het toch wel heel vervelend. Mevrouw Anna. Hey, dokter Poets. Hey, goedenavond nogmaals. Goedenavond. Wat staat u hier te sippen en te surpen? Nou, de burgemeester heeft verteld dat als Sinterklaas, als hij dan aankomt, dat hij dan 10 dagen in quarantaine moet. Dan sluit hij hem gewoon op. Quarantaine? Ja. Quarantaine? Ja. Ja, dat is toch helemaal niet nodig, mevrouw Anna? Nou ja, de burgemeester zegt van wel, maar ik weet niet hoe het dan moet met alle cadeautjes en alle pieten. En dan kunnen ze niet naar buiten. En hoe moeten we dat nou oplossen, dokter Poets? Ik heb een fantastisch, fabelachtig idee. Vertel. Het wordt waanzinnig. Luister en huiver. Sinterklaas komt natuurlijk, hè? Die komt gewoon, daar gaan we gewoon vanuit. Hè? Die komt lekker hier naartoe. En dan gaat hij van zijn boot af. Ja. En die gaat hij naar dit hotel. Ja, want hier mag hij slapen. Ik zet even mijn spuit neer. En dan zit hij in het hotel en dan mag je er 10 dagen niet uit. Overdag niet. Maar 's avonds zijn alle mensen binnen. Ja. En dan kan Sinterklaas mooi hoog op zijn paard
Gewoon over straat, zonder dat er ook maar iets aan de hand is. En de pieten gaan mee, 1,5 meter afstand, uiteraard, hè, 1,5 meter. En ik denk, 1 pietje per dak, nou dat moet met gemak. Dat gaat gewoon lukken, dat zeker is, weten. Dat is echt een heel goed idee. Dan, dokter Poets, u bent geweldig. Dan kan Sinterklaas hier gewoon zijn. Dat denk ik ook. Overdag binnen en 's nachts gewoon naar buiten het dak op met de pieten. Dokter Poets, dank u wel voor dit briljante idee. Maar dan wil ik wel nog even voor mijn eigen geruststelling even het hotel even spikkerspan grondig schoonmaken. Gaat want u ik zie, poetsen? Kijk, pas op, ik zie alweer een klein coronaatje. Ik en moet weer verder, dokter Poets, maar... Kijk eens even, hoppakee. Wat geweldig. Weg. Ook weg, ja hoor. Nou, dat doen we gewoon even. Hè? Lieve kinderen, dit komt helemaal goed. Dokter Poets maakt alles schoon. En Sinterklaas kan gewoon komen en 's nachts rondlopen. Super fijn. Nou, lieve kinderen, dit was weer een aflevering van het Monnikendammer Kinderjournaal. En we weten het niet helemaal zeker, maar we denken toch wel dat de geluiden die we steeds horen hier, dat die van de boot van Sinterklaas komen. En dat het liedjes zijn die we horen. En super spannend, want dat betekent dat hij misschien toch wel hier bijna gaat zijn. Maar waar moet Sinterklaas nou aankomen? Want de haven wordt schoongemaakt. We moeten nieuwe plekken hebben waar hij misschien wel kan aankomen. Dus ik wil jullie allemaal vragen om op te schrijven of een tekening te maken of een foto te maken van een mooie plek waar jij denkt dat Sinterklaas het beste kan aankomen. En als je misschien dan ook nog een goed idee hebt hoe wij dan Sinterklaas dat kunnen vertellen. Want ja, ik kan hem niet bellen, maar misschien hebben jullie een goed idee. Misschien kunnen we heel hard roepen of heel hard liedjes zingen. Of misschien is er nog wel een veel beter idee. Stop de ideeën in de brievenbus en dan ga ik ze allemaal even lezen. Dank jullie wel. Doei!